Een beeld, een rekenmachine, wat betekent dat? Dat betekent dat we gaan rekenen met het beeld. We gaan van start. Dit is weer de situatie. Een lens, twee brandpunten, voorwerp. En je kunt al bekijken waar het beeld terecht komt, want je kunt dat construeren. Ja, lichtstraal door het midden, lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas door het brandpunt. En dan weet je dat daar mijn beeld terecht komt. Maar nu, we poetsen eventjes de lichtstraal weg, want we willen het gaan berekenen. En daarvoor ga ik een aantal afstanden opmeten. Ja, eerst eventjes die en die. Hè, links voorwerpsafstand en bij mij is dat 5,5 cm. En aan de rechterkant de beeldsafstand is bij mij 3,7 cm. Er is nog een afstand die ik op kan meten en dat is deze afstand. De brandpuntsafstand, 2,2 cm. Nu ga ik eerst die 5,5 cm omkeren. Ik ga berekenen 1 gedeeld door 5,5. En dat is 0,182. Hetzelfde doe ik met beeldsafstand. 1 gedeeld 3,7 is 0,270. Als je die twee bij elkaar optelt, dan komt er op, daar staat hij, 0,452. En, nou komt het mooiste, als ik het nu ook met brandpuntsafstand doe, 1 gedeeld 2,2, wat komt eruit? Je kunt het geloven of niet, maar er komt ook 0,45, nou vooruit niet een 2, maar een 5. Maar dat zijn natuurlijk afrondings- en meetfoutjes. Hè? Oftewel, als ik 1 gedeeld v plus 1 gedeeld b doe, dan komt eruit 1 gedeeld f. En dat is de wereldberoemde Lensenformule. Namelijk 1 gedeeld f is 1 gedeeld v plus 1 gedeeld b. Dus als je v en b hebt, kun je f berekenen. Als je f en v weet, dan kun je berekenen waar het beeld terecht komt. We gaan eens een keer oefenen. Kijk. Ja, kijk eventjes. En bedenk ook eventjes hoe je dit zou gaan oplossen. Waar begin je mee met het oplossen van deze opgave? Je begint natuurlijk mee met eerst te kijken van welke gegevens staan in deze opgave. Ja, ik heb ze even voor je gearceerd. Voorwerp 5 cm voor de lens, de voorwerpsafstand. Ja, het scherm staat op 12 cm achter de lens en daar komt het scherpe beeld op. Dus dat is de beeldsafstand en brandpuntsafstand en sterkte wordt gevraagd. Oftewel, eventjes op een rijtje, V, B, dat zijn de gegevens. En gevraagd F en S. Nou, eerst maar eens F. De lensenformule staat nog behoorlijk goed in je geheugen gegrift, hoop ik. Oftewel, lensenformule gebruik je. En daarna is een kwestie van invullen. Ja, dus 1 gedeeld 5 plus 1 gedeeld 12. Rekenmachine, gewoon alles gewoon invullen. Dan krijg je deze. En dus 1 gedeeld F is dus dat getal. Ik moet niet 1 gedeeld F hebben, maar ik moet F hebben. Oftewel, F is dan 1 gedeeld door die 0,283. En dan kom je op 3,5. 3,5 wat? Nou, kijk. Ik heb hier V en B in centimeters. Dus krijg ik F ook in centimeters. Dat is F. Nu nog de sterkte van de lens. De sterkte van de lens, S, is 1 gedeeld door F. Nou, kun je denken van, hé, 1 gedeeld door F, die heb ik al berekend. Want kijk, dat is daar. 0,283. Maar dat is niet goed. Want 1 gedeeld door f, dan moet f altijd in meters. En ik heb het hier allemaal in centimeters. Dus 1 voor de zekerheid, doe f in meters. Dan krijg je dus 1 gedeeld door 0,035. En dan kom je op 29 dioptrie. 29, let op significantie. Nog maar een voorbeeld, dacht ik zo. Ook hier natuurlijk eerst kijken van wat zijn de gegevens. Ja, even asseren, kijk hier is het. En let op, hier staat nu een 3 cm groot voorwerp, dat is mijn voorwerpsgrootte dus. Op 5 cm voor de lens, voorwerpsgrootte. En er wordt een 9 cm groot beeld geprojecteerd, dat is mijn beeldgrootte. En gevraagd wordt de plaats van het scherm, betekent dus dat mijn beeldsafstand wordt gevraagd. En brandpuntsafstand wordt gevraagd. Goed, eventjes weer op een rijtje. Wat zijn gegevens? Voorwerpsafstand, voorwerpsgrootte
en beeldschoten en gevraagd wordt beeldsafstand en brandpuntsafstand. Nou, als je dit bekijkt, voorwerpsgrootte en beeldsgrootte zijn beide bekend. Betekent dus dat je daar van die twee meteen de lineaire vergroting kunt berekenen. Nou, beeldgrootte gedeeld voorwerpsgrootte, oftewel 9 gedeeld 3, betekent dat de vergroting 3 is. Ja, dus ik krijg een 3 keer zo groot beeld als mijn voorwerp is. Wat kan ik daarmee? Nou, ik weet mijn voorwerpsafstand en ik weet ook dat ik mijn lineaire vergroting op twee manieren kan berekenen. Namelijk, n is ook b gedeeld v. En dan kan ik dus zowel n als v invullen en dan weet ik hoe groot b is. Want b is dan 3 maal 5 is 15. En omdat ik mijn voorwerpsgrootte in centimeters heb gedaan, heb ik natuurlijk ook mijn beeldsafstand in centimeters. En nu heb ik v en ik heb b, oftewel ik kan mijn brandpunt berekenen weer met mijn, precies, lenzenformule. Ja, invullen, 1 gedeelde 5 plus 1 gedeelde 15, daar staat het. Oftewel f is 1 gedeeld door 0,267 is 3,8 en natuurlijk altijd weer in, precies, centimeters. Het is toch fantastisch. En vind jij dat ook? Dat dacht ik al. Het is mooi geweest. Tot ziens.